Elden Ring is nu een paar weken uit en het is een enorme hype. Nou, Skate en Steven, de grote From Software, de grote Dark Souls, de grote Souls-like fans, die hadden het eigenlijk al voorspeld. Elden Ring gaat gewoon gegarandeerd een hele vette game worden. En twee dingen konden ze niet voorzien, namelijk dat het zo'n commercieel succes werd. Ik bedoel, het is bijna mainstream geworden, dus ongeveer je moeder gaat deze game ook spelen. En daarnaast wordt Elden Ring opeens gezien als het voorbeeld hoe je een open wereld game moet maken. Dit is, als we dan de spelers van Elden Ring mogen geloven, dit is de beste open wereld game ooit gemaakt. Fuck The Witcher, fuck GTA V, fuck Cyberpunk, Elden Ring. Zo maak je een open wereld game. Nou goed, zo'n stelling, dat kwam hier nogal aan op de redactie. Daar hadden we allemaal wel eigenlijk een beetje een mening voor. Want, bedoel, hallo, er zijn ook nog andere soorten open wereld games. En er zijn andere soorten epische open wereld games. En het verhaal in Elden Ring is bijvoorbeeld veel minder dan het verhaal bijvoorbeeld in The Witcher, et cetera, et cetera, et cetera. Daarom dacht ik ga gewoon de redactie een aantal mensen die veel open wereld games spelen, twee vragen stellen. Namelijk, wat is volgens jou dan de mooiste open wereld game? Dus qua setting, qua omgeving, waar loop je eigenlijk het liefst in rond? Hoeft geen goede game te zijn, gaat echt om de setting. En wat is dan overal gezien de beste open wereld game die je ooit gespeeld hebt? Dus verhaal, gameplay, quests, omgeving, et cetera. Het totaalplaatje als het ware. En dat kan Elden Ring zijn. Zou zomaar kunnen. Ik heb het ook aan Skate gevraagd, dus wie weet zegt hij wel Elden Ring. Maar het kan zo ook maar wat anders zijn. En laten we dus gewoon over... zit gewoon even lekker op je stoel of op de bank. Dit zijn namelijk de antwoorden van de favoriete open wereld games volgens onze redacteuren. En dan ben ik benieuwd of het alleen maar Elden Ring is, of dat we toch ook nog andere open wereld games zien als het mooiste. Nou, dat is natuurlijk super moeilijk, want je beeld van een game evolueert altijd mee met de graphics. Dus als ik nu denk aan, nou ja, een van mijn favoriete, misschien wel mijn favoriete game ooit, Oblivion. Als je dit nu ziet, is het niet zo mooi meer als dat ik het toen op mijn fucking zolderkamertje zat te spelen op mijn 360. Dat klopt natuurlijk niet. Dus nu is technisch gezien, denk ik, de mooiste open world game ook de mooiste game die tot nu toe is gemaakt. En dat is Horizon op de new gen. Horizon Forbidden West. Dat is denk ik nu op dit moment de mooiste open world game. Feitelijk gezien. Objectief misschien zelfs wel. Als je dat zo kan doen. Want ook al blijft een smaakding. Maar er is één game die me nog meer mee op vakantie nam. En het is niet Far Cry. Nee, het is Assassin's Creed Black Flag. Ik denk dat voor mij, en nogmaals, als je die graphics natuurlijk nu legt naast die van Horizon, ja, dat is een unfair game. Want die ene game is 10 jaar oud of iets dergelijks, en die andere is Horizon is een paar maanden oud, of een paar weken zelfs. Dus ergens is dit een moeilijke game. Maar als ik het tijdsbeeld in ogenschouw neem, dat we toen het uitkwam, wat er toen mogelijk was, dan denk ik dat ik het meest op dat moment onder de indruk was van Black Flag. Echt vakantie, zee, echt in een andere, hele ander soort open wereld ook. Amazing, ook visually. Dus ik denk dat mijn favoriet dan is Black Flag. Maar nogmaals, ook dit. Een van de fucking moeilijkste vragen, denk ik, die ik ooit heb gehad. En daarom wals ik er nu ook. En ik doe er nog steeds heel lang over dit verhaal, maar ik probeer er zo snel mogelijk doorheen te walsen. En er niet te veel gedachten aan te geven, want anders dan verzand ik hier in een Einstein-discussie met mezelf. En dat heeft niemand zin in. Oei, wat is de mooiste open wereld game ooit gemaakt? Voor mij hangt dat gewoon heel erg samen met een bepaalde stijl waarvoor wordt gekozen. En tuurlijk, je hebt high fantasy, je hebt cartoony werelden, noem het allemaal maar op. Maar waar je mij echt wakker voor kan maken midden in de nacht zijn goede semi-post-apocalyptische, maar ook absoluut Neo-Tokyo-achtige cyberpunk-stijl steden. En ik denk dan ook dat als we het hebben over de mooiste game, mooiste open wereld game aller tijden, dan is dat voor mij toch echt Cyberpunk 2077. Los van wat je daar ook over mag
vinden en vind. Ik hou echt enorm van die stijl. En ik heb dat echt altijd al cool gevonden, weet je. Vroeger speelde ik een game. Misschien ken je het, misschien ken je het niet. Syndicate Wars. Het was een isometrische top-down game. En ik kon me altijd helemaal inleven in die wereld. En wat ik me zo voorstelde, dat is eigenlijk een beetje tot leven gekomen met de laatste game van CD Projekt Red. Helaas was het niet de topper die ze ons beloofd hadden. Maar zeker qua open wereld was het voor mij absoluut de mooiste waarin ik ooit heb voor bewogen. Als je me vraagt welke open wereld game de wreedste settings had, dan denk ik dat het toch de wereld van The Witcher 3, Wild Hunt, was. Het is niet alsof we nooit eerder een middeleeuwse dark fantasy setting hebben gezien in een open wereld. Ik bedoel, er zijn legio voorbeelden van. Maar de manier waarop de invulling aangegeven werd in The Witcher 3, dat maakte het toch wel extra bijzonder. Als je kijkt naar de architectuur van de verschillende facties, de verschillende rassen, het verschil tussen arm en rijk en ook de manier waarop de karakters, de personages, invulling gaven aan de wereld en hem nog levendiger maakten. Dat maakte het voor mij toch wel extra speciaal. NPC's die belangrijke rollen vertolkten. Gewoon verschillende geografische gebieden ook en dergelijke. Je had de Skellige Isles, Novigrad en ga zo maar door. Allemaal met een eigen identiteit, allemaal met een eigen karakter. En dat maakte het voor mij denk ik toch wel de allertofste setting in een open wereld game. Ik heb daar wel even over moeten nadenken. En daar kwamen eigenlijk twee voorbeelden voor mij heel snel naar boven. Dat is aan de ene kant Assassin's Creed Odyssey. En aan de andere kant Cyberpunk 2077. Twee omgevingen waar ik met ontzettend veel plezier in heb rondgelopen. Ik bedoel, ik heb wel meer open wereld games gespeeld. Ik bedoel, ik heb The Witcher ook voor een groot gedeelte gespeeld. Fantasy vind ik toch wat minder. GTA ga ik eigenlijk nog echt pas goed ontdekken. Dus die kan ik ook niet meenemen. Nou, dan heb je nog heel veel andere open wereld games. The Division bijvoorbeeld vind ik ook best wel een prettige open wereld game. Vind ik een hele mooie omgeving, maar op een gegeven moment wel vrij repetitief. En uiteindelijk ben ik dan toch gegaan voor mijn fascinatie voor historische settings. En ik denk dat Odyssey daarin de mooiste is geweest, omdat hij ook redelijk richting next gen was. Maar er zijn eerdere Assassin's Creed geweest, bijvoorbeeld die in het tijdens de Franse Revolutie, die in Rome vond ik ook schitterend. Misschien wel de allereerste Assassin's Creed deed voor mij echt de schellen van mijn ogen vallen. Een beetje wat er nu met Elden Ring ook gebeurt, omdat ze een andere aanpak kiezen. Maar zo'n open wereld, dat historisch verantwoorden, die schitterende steden, de mensenmenigte waar je doorheen kon lopen. Ik vond het fascinerend. Nou, dat hele gedeelte, dat is eigenlijk, vind ik, het best uitgewerkt in Assassin's Creed Odyssey. Qua scenery, wauw. Ik bedoel, ik vind Assassin's Creed daar ongekend goed in. De beste open wereld van open wereld games. Puur en alleen kijkend naar setting. Er zijn heel vaak open werelden waarbij je het idee hebt van, ja, oké, leuk, dit is heel groot en is heel open en het is mooie natuur, maar dit is alleen maar gedaan om het gevoel van schaal een beetje over te brengen en een makkelijke manier van tegen de speler zeggen van, oh, kijk wat je allemaal kan ontdekken, zonder dat er misschien heel veel te doen is. Maar wat de game die dat wel goed doet, tada, big fucking surprise, Elden Ring, daar heb ik constant, of je nou achter een boompje kijkt, of van een bruggetje af en je ziet in de verte een grot, of je kijkt achter een gebouwtje en er zit nog een hidden wall of weet ik veel wat. Alles voelt zo minutieus, ja, ik ga niet zeggen perfect, want dat is onmogelijk, maar alles voelt zo minutieus, precies geplaatst. Dat je echt weet van, oké, elk hoekje van deze wereld is misschien wel wat te ontdekken. Omdat ik weet dat elk hoekje van deze wereld iets is waar de maker tijd in heeft gestoken. Die settings, die zijn gewoon, die setting die is als geheel, met al zijn variatie daarbinnen, is gewoon nabij perfectie. En dat is heel wat om te zeggen, maar ik vind het meer dan terecht om deze titel in ieder geval aan Elden Ring te geven. Er zijn inmiddels zo gigantisch veel open wereld games uitgekomen en dan de mooiste uit moeten kiezen. Ik vind het nogal wat.
Ik heb er even over na moeten denken. Eventjes mijn geheugen op moeten frissen in welke open wereld games ik überhaupt gespeeld heb. En welke settings ik daarin überhaupt tof vond. Dan ga ik toch al sneller terug naar dingen die ik herken. Naar misschien wat meer menselijke karakters die je tegen kunt komen, of personages die je tegen kunt komen. Misschien toch weer wat menselijkere begroeiing in de wereld. Wat menselijkere vormen, wat menselijkere huizen, architectuur in het algemeen. Maar wel met echt een mooie, lekkere dark fantasy saus eroverheen. En sowieso vind ik dat het vetste subgenre binnen het fantasy genre. Echt de dark fantasy, de Dark Souls kant op. Maar ook de Witcher kant op. Wat bij vlagen natuurlijk typische reguliere fantasy is, maar ook echt wel hele toffe dark fantasy momenten en settings kent. Ik laat te veel games vallen hiermee, maar ik denk toch dat als ik puur op design en gevoel afga, dan moet het The Witcher 3 zijn. Maar de mooiste open wereld game, die voor mij de Cyberpunk 2077 is, hoeft natuurlijk niet de beste te zijn. En dat is het in dit geval zeer zeker ook niet. Als ik het heb over de beste open wereld game, dan kan ik er eigenlijk maar aan eentje denken. En dat is niet Elden Ring, kan ik je vertellen. Hoe vet Elden Ring ook is en ook hoe goed die open wereld ook in elkaar steekt. Er schort te veel aan de beleving. Om dat de beste open wereld game te maken. Dus voor mij gaat die stem naar Zelda Breath of the Wild. En waarom? Simpelweg, het gooit je in de wereld. Het vertelt je niet al te veel. Het neemt je niet aan het handje. Je moet gewoon zelf op onderzoek gaan. Je moet gewoon zelf op avontuur gaan. En eigenlijk het enige wat je weet is Ganon is evil. Ganon is terug. Je moet hem verslaan. Ga maar op avontuur. En dat werkt in Breath of the Wild zo ontzettend goed voor mij. Je kan bijna alle kanten op natuurlijk. Maar vooral het allervetste is, er zijn heel veel dingen te vinden in de open wereld. En dan heb ik het over items. Waarbij je in eerste instantie zoiets hebt van, oké, maar wat doet dit en wat doet dit? En dan ga je de beschrijvingen lezen. En vervolgens word je uitgedaagd om na te denken natuurlijk, en dat is altijd een goed ding, maar vooral ook om te experimenteren. En wanneer je begint met experimenteren en daarmee tot nieuwe oplossingen komt om bepaalde uitdagingen in de open wereld te tackelen, geeft dat zo'n satisfying gevoel. En dat is absoluut iets wat ik met Zelda Breath of the Wild heb gehad. En dus is dat voor mij ook de beste open wereld game tot nu toe gemaakt. Maar weet je, als je me dit vraagt, Wildlands, Tom Clancy's fucking Ghost Recon Wildlands, Far Cry 3, No Man's Sky, Batman Arkham City, amazing stad, fucking open wereld. Misschien wel de grootste, meest gedetailleerde, en vooral hè, als je het met de tijdgeest meeneemt, Dragon Age Inquisition, insane. De meest speciale is misschien wel Death Stranding. En degene waar ik misschien ook wel ergens het meeste gevoel mee heb, is bijvoorbeeld Fallout 3 of Fallout New Vegas, die misschien nog wel weer ietsje beter is, omdat daar toch weer wat meer detail en wat meer goede beleving in het verhaal zat. Maar het ging natuurlijk om de open world vooral. En niet per se dan over de verhaalvertelling. Nou vind ik, dan kom ik eigenlijk uit bij, natuurlijk, er is eigenlijk geen ander antwoord dan The Witcher 3. De beste open world game, dat is The Witcher 3. Maar dan ga ik mezelf ook gewoon een tegenargument geven nu. Dat kan ook. Ik denk dat de beste open world game ooit gemaakt is The Elder Scrolls 3 Morrowind. Omdat dat is de allereerste game van zo'n grote fucking scope met zoveel vette content. En ik noem het vaak wel eens een tech demo voor de latere Oblivion. En dan natuurlijk dus ook Skyrim en wat dan ook. Skyrim is sowieso al niet, dat is het verkeerde antwoord. Mochten andere mensen dat zeggen of mocht jij dat denken, is het niet. Want Oblivion die heeft die basis gelegd en die was beter. Maar de echte basis is gelegd door Morrowind. Is denk ik de eerste allergrote fucking vette, gedetailleerde, volle belevings open world game. Dus ik denk, ik wil een lans breken voor het feit dat dat de allerbeste is. Omdat het eigenlijk met die productiewaarde, nogmaals, het is een beetje tech-demo-achtig, maar misschien wel de allereerste was. Dat de basis is geweest voor alle open world games die we nu kennen. En daarom wil ik hem die prijs wil ik hem geven.
Maar dat was wel fucking moeilijk. Wat is dan voor mij persoonlijk de allerbeste open wereld game? Nou ja, verrassing. Je verwacht het niet. Maar dat is toch echt Elden Ring. Sorry. En ik weet, Elden Ring is niet perfect. Er viel echt wel het een en ander op aan te merken. Zeker in technisch aspect. Maar voor mij is Elden Ring het summum van een open wereld game. Waarom? Ik word niet doodgegooid met questlines, met vraagtekentjes op de map. Nee, er wordt geen rode loper uitgerold voor me. Het is een blank canvas, een grote open wereld die alsmaar groter lijkt te worden naarmate je verder komt. En zoek het maar uit. Ga op onderzoek uit, ga exploren en laat je van de ene verbazing in de andere vallen en krijg de ene na de andere verrassing op je bord. Krijg te maken met ontzettende lastige uitdagingen, met questlines die ja, heel erg lastig eigenlijk te volgen zijn, omdat ze zijn anders dan wat je eigenlijk gewend was al die tijd in open wereld games. En make no mistake, ik heb met heel veel plezier in de afgelopen decennia open wereld games gespeeld. Van een Skyrim en Oblivion tot aan een Fallout tot weet ik veel wat allemaal. Maar niets wist uitdaging en exploration en gelaagdheid op zo'n manier samen te brengen als From Software met Elden Ring. En laten we hopen dat, ik hoop althans, dat Elden Ring voor heel veel andere studio's ook een beetje een benchmark zal vormen. Omdat ze laten zien van, het hoeft niet altijd op de geëikte manier te gaan. Met de quest hier en de quest daar en de main quest hier en drie side quests daar en een vraagtekentje hier en een ander icoontje daar. Soms is minder gewoon beter. En in dit geval is Elden Ring werkelijk waar fantastisch. Wat is de beste open wereld game ooit gemaakt? Ik vind het nogal een heftige vraag. In ieder geval een uitgebreide vraag waar ik ook best wel eventjes over na heb moeten denken. Breath of the Wild kwam al heel snel in me op. Ik denk ook dat ik dat de beste open wereld game ooit gemaakt vind. Maar dat heeft natuurlijk ook een aantal redenen. Dat komt wel ergens vandaan. En ik vind open wereld games sowieso best wel hit or miss voor mij. Het is niet een type game wat ik standaard een warm hart toedraag. En dat heeft de reden dat niet iedere open wereld game je tijd serieus neemt. En ook niet iedere open wereld game motiveert je incentriek om de open wereld te gaan verkennen. Soms is een open wereld gewoon een wereld waarin je eigenlijk een verhaal op rails volgt. Dan heeft de open wereld in mijn ogen niet genoeg toevoeging om zoveel bullshit om het standaard verhaal en misschien wat sidequests en characters heen te hebben. Dus dan valt het een beetje in het niet. En sommige games motiveren me ook niet om zelf na te denken. Ik vind dat heel erg belangrijk bij open wereld games, dat ik in de verte iets kan zien en denk, hey, wacht eventjes. Ik zie daar iets, ik wil daarheen. Hey, ik zie een enemy. Die wil ik aanvallen. Kan ik die al aanvallen? Ben ik sterk genoeg? En zo niet, weet ik dat ik ergens anders in deze wereld heen moet. En op die manier ben je zelf na aan denken. Ben je zelf daadwerkelijk interactie aan het hebben met de wereld. En neem je de wereld serieus, zoals de wereld en de game jou ook serieus neemt. En de game die dat tot nu toe het beste heeft gedaan voor mij is Breath of the Wild. Ik vind Breath of the Wild een hele knappe game. Soms bij vlagen ook een lege game. Dat is natuurlijk een van de veelgehoorde kritieken op Breath of the Wild. En dat snap ik. Ik moet daarbij wel zeggen dat wat Breath of the Wild slim doet, is het zet het einddoel in het midden van de game neer. Bij de meeste games, niet alleen open wereld games, maar überhaupt games in het algemeen, is het einddoel natuurlijk daadwerkelijk ook pas aan het einde van de game. En wat Breath of the Wild doet, die zegt, joh, dat einddoel, die staat hier in het midden van de wereld. Alles daaromheen, succes ermee, zoek het maar uit, veel plezier. Word maar gemotiveerd door de dingen die je kunt doen met items, met het koken, met de quests, met de characters die je tegenkomt, de grotere dungeons natuurlijk, de shrines die je kunt vinden. Nou goed, zo zijn er geheimen om te ontdekken. Ik bedoel, zo zijn er gigantisch veel dingen om te doen in Breath of the Wild. Maar altijd staat dat einddoel in je ooghoek of ergens in de buurt op je te wachten. En ook altijd zo goed als in beeld, om je te herinneren aan je einddoel en om je te motiveren interactie te hebben met de open wereld. En dat doet het zo goed met zo'n vette game. In inmiddels ook een hele, hele toffe franchise, al geruime tijd natuurlijk. En ja, dat maakt voor mij toch wel Breath of the Wild de nummer 1 open wereld game.
Moet ik wel zeggen, ik ben ook hard bezig met Elden Ring. Ik heb inmiddels bijna 3 areas gezien. Nog niet genoeg om te kunnen zeggen of het mijn favoriete open wereld game ooit wordt. Maar de kans is groot. Maar ik heb hem nog niet uitgespeeld. Dus tot die tijd is het zeer zeker Breath of the Wild. Als ik kijk naar de beste open wereld game, dus meer lettend op de gameplay, dan wordt het toch wel erg fucking lastig. Want daar waar Elden Ring voor mij een prachtige setting heeft en ik helemaal gek ben van de combat, zijn er toch wat dingen die andere games anders doen en beter doen. Kijk alleen al, wat ik ook al eerder zei, van het feit dat er dorpjes zijn en NPC's zijn en je veel meer het gevoel hebt dat gespreksonderwerpen, of nou ja, gewoon gesprekken aan zich, ook echt een onderdeel zijn van de gameplay loop waar je mee bezig bent. Niet dat ik dat mis in Elden Ring, want daar is de game niet op gemaakt. Daar is de game niet voor. Zo is de game niet gedesigned. Maar ik vind het toch wel lekker als ik ook af en toe een beetje naar het slap geouwehoer van mensen kan luisteren. Of dat ik met iemand moet praten om een missie verder te komen. En ja, weet je, dat gebeurt ook bij Elden Ring, ik weet het. Maar zoals de dialogen in Red Dead 2 zijn, op het moment dat je je kampje inloopt en eentje zit gitaar te spelen en de andere zit een deel van zijn levensverhaal te vertellen. Of je loopt in een Elder Scrolls game, in dit geval voor mij vooral Oblivion en Skyrim. Oblivion deed dat nog niet zo goed, want het is inmiddels ook weer bijna, 16 jaar geleden of zo. Dat je zo'n stad binnenloopt, een Imperial City, ik zeg maar wat, een market district, en je hoort mensen tegen elkaar praten. Het was hier en daar een beetje knullig, maar dat zorgde er wel voor van, even luisteren wat hier gebeurt. En als ze wat hadden verteld aan elkaar van, ik ga even een gesprek aan met die persoon. Elden Ring heeft dus de combat, dat wat Elder Scrolls wat minder heeft. En het is grappig, want ik heb heel vaak gezegd, ik wou dat Elder Scrolls, de volgende Elder Scrolls game, of ik wilde het volgende Elder Scrolls game, wat elementen zou lenen van een From Software game. Niet wetende dat wat ik echt nodig had in mijn leven was een From Software game die juist een wat meer open wereld approach pakt. En op die manier juist misschien wat meer leent van een Elder Scrolls game. Maar goed, dus dan heb je die twee. Wat ik zei, Red Dead ook. De missiestructuur van een Red Dead Redemption is vaak hetzelfde liedje, hetzelfde riedeltje. Weet je, je gaat een gesprek aan, je ziet een vette scène en dan vervolgens is het schieten. Dat schiet wel lekker of dat schiet niet lekker. Ik vind het bijna onmogelijk om deze vraag te beantwoorden, want elke game heeft wel een element, een gameplay element wat het heel vet maakt. Maar ook een gameplay element wat het misschien mist en wat een andere game wel heeft en dat een andere game weer beter maakt. Dus het gaat een beetje om en om en om. Maar als ik qua speelplezier dan toch even mijn nostalgische pet opzet, ik ga toch gewoon zeggen dat The Elder Scrolls Oblivion voor mij de beste, persoonlijk beste open wereld game is die ooit gemaakt is. En ik hoop oprecht nog steeds dat, ondanks dat wij nu een From Software game hebben gekregen waar een meer Elder Scrolls-esque sausje in zit, alleen de open wereld bedoel ik dan, hoop ik nog steeds dat de gameplay van de aankomende Elder Scrolls game ook een beetje durft af te kijken bij From Software, want dan, dat is voor mij het perfecte huwelijk. Meer heb ik niet nodig. Ik ben nu heel tevreden, maar ik ga nog tevredener worden. Maar vooralsnog de beste open wereld game voor mij, puur en alleen dus door, niet puur en alleen door nostalgie, maar grotendeels nostalgie. En het feit dat ik daar gewoon 1000+ uur in heb gestoken, is die Elder Scrolls 4 Oblivion. De beste open wereld game. Ik heb Elden Ring niet gespeeld. Ik denk ook niet dat dat voor mij de beste open wereld game gaat zijn. Omdat wat ik ervan hoor, wat ik ervan zie, is het echt open wereld, dus we hebben van alles voor je gebouwd. Het is een enorme open wereld, ga maar lekker je ding doen. Ik hou er toch wel van als ik een klein beetje aan de hand word genomen, dat ik toch een klein beetje zie waar de missies zijn, omdat ik al vrij snel dan
de gefrustreerde jongen ga uithangen. Ga ik gooien, ga ik smijten, ga ik boos worden. En stop ik ermee. Dus mijn geduldlevel is gewoon wat laag. Maar ik ga het proberen, Elden Ring. Dat beloof ik bij deze. En waarschijnlijk ga ik er ook nog wel een keer een itempje over maken. Maar wat is voor mij dan de beste open wereld game voor mijn smaak? En mijn smaak is, ik wil zeker exploreren. Ik wil verwonderd raken. Ik wil af en toe om me heen kijken en denken, holy fucking shit, wat een waanzinnige wereld ben ik in. Want anders word ik heel afstandelijk en ben ik gewoon eigenlijk alleen maar aan het grinden. Dus ik moet er wel een beetje ingetrokken worden. Maar het moet ook een game zijn die me wel een beetje aan het handje neemt. Zodat ik weet waar ik naartoe moet, wat ik moet doen. Zodat ik het gevoel heb dat ik ook opschiet. Dat ik ook voortgang maak in de game. En uiteindelijk, en dat is denk ik misschien wel, dat had ik een aantal maanden geleden niet verwacht. Uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor Cyberpunk 2077. Ondanks dat ik niet van science fiction hou. Maar na de patch en 1.5, na alles gemaakt was, ik heb hem nu op de Xbox Series X gespeeld. En ik vind het, ja, ik vind het een heerlijke game. Het is niet het allerbeste beste. Ik zie ook wel dat in The Witcher misschien de quest en de verhaallijn wat beter is uitgewerkt. Maar ja, die fantasy setting, ik trek dat gewoon minder. Ik vind de wereld gewoon iets minder tof. Cyberpunk, dat dompelt mij volledig open onder in die sfeer. Ik vind de stad levendig geworden nu. Ik vind de actie vind ik afwisselend, vind ik leuk. Het schieten is niet zo vet als in The Division. Qua schieten vind ik The Division eigenlijk de beste open wereld game. Vind ik heel lekker spelen, maar Ubisoft is op een gegeven moment fucking repetitief. En dat had ik bij Cyberpunk wat minder. Ik had wat minder het idee, vooral door die verhaallijn, die hoofdmissies die je doet, die toch behoorlijk afwisselend zijn, dat ik daar gewoon de hele tijd dezelfde dingetjes aan het doen ben. Die zitten er wel in, maar het valt allemaal wel mee. Dus die mix was eigenlijk perfect op mijn lichaam geschreven. Heb ik die game met heel veel plezier uitgespeeld. GTA 5 zou dat ook kunnen zijn, maar die ga ik dus ook nu pas spelen. Dus die kan ik helaas nog niet op dit lijstje zetten. Dus vandaar mijn keuze. Beste open wereld game die ik heb gespeeld. Dat gaat niet Elden Ring worden. Ook al als ik hem ga spelen, gaat het hem ook niet worden. Dat is op dit moment gewoon Cyberpunk 2077.